Welkom bij de eerste aflevering van Lief en Leed van Op Zomer Mee. In deze vijfdelige serie kun je kennis maken met bewoners die op allerlei manieren actief zijn in hun buurt. Van straatfeestjes organiseren tot de zorg voor een zieke buurman of buurvrouw. Ze zijn er voor elkaar in lief en leed. Ik neem je elke week mee naar de actieve bewoners in twee straten die meedoen aan de Lief en Leedweek van Op Zomer Mee. Ze vertellen hoe ze contact leggen en houden met de buren en wat ze doen bij vrolijke en minder vrolijke gebeurtenissen in hun straat. Voor deze eerste aflevering ging ik op zoek naar de burenhulp van Marta in de Vliegerstraat in Delfshaven en van Anita aan de Meijendaal in Vreewijk. Jullie opzomeren al meer dan 10 jaar en jullie doen ook al vanaf het begin mee aan de Lief en Leed Actieweek. Hoe is dat begonnen? Heel spontaan. We waren een beetje buurtjes onder elkaar en we hadden zoiets van wil voetbal kijken. En niet met z'n allen in één huis. Dus hebben we een televisie in de achterbak gezet van een stationwagen. Eromheen gaan zitten, afgezet, een hapje en drankje erbij genomen en zo is het begonnen. Doen ook jonge mensen mee aan Lief en Leed en opzomeren? Ja, zeker. Van alles. Jong, oud. Doen wij zelf ook oude mensen trekken. Het leuke van is, in al die tijden waar je het doet, dat de jongeren van 12 jaar geleden worden nu pubers. En die gaan nu ook weer de jongeren van nu helpen. Dus ja, wat dat betreft groeien we gewoon, blijven groeien. En dat is gewoon leuk. En ouderen ook blijven ook gewoon meedoen. Kun je wat voorbeelden geven van wat er allemaal zo gebeurt onder elkaar? Barbecue in de zomer met z'n allen. En met de herfst ook al wel vaak wat. En ook schoonmaak van de straat. Pompoenensoep. Ja. Brengen we bij oudere mensen dan. Ja. De mensen die slechte been zijn. En dan ontbijt ik een plantje erbij. We doen nog meer. Ja, met de kinderen frutselen. Ja, van alles. Alles wat nodig is doen we gewoon. Als iemand hulp nodig hebt, Halloween doen we ook. Maar ook gewoon als mensen nodig hebben of kinderen naar school of je moet ergens zijn. Of je bent ziek of een boodschapje, doen we dat gewoon. Ja. Een gratis kinderoppas, denk ik ook zo. Ja, dat gebeurt wel vaker, ja. Ik iedere donderdag, Anita iedere donderdag, ja. Wat nou als je denkt dat er hulp nodig is bij een buurvrouw waar je eigenlijk niet zo goed mee op kan schieten? Wat doe je dan? Dan vraag je ook gewoon normaal of je kan helpen. Het maakt niet uit of je iemand wel of niet mag. Als ik iets heb, zou ik het ook fijn vinden als iemand komt helpen. En dat, iedereen heeft dat. En er is hier ook een man die heeft totaal met niemand contact. En die zien we haast, ja, eens wat we zien is dat hij buiten Peuks loopt. En eens in het jaar maken we een pakket met z'n allen en dan brengen we bij hem. En dat vindt hij reuze fijn. En voor de rest zien we die man ook niet. Dus het maakt niet uit. Ik bedoel, je ziet als dingen niet kloppen, dan zie je dat gewoon. En dan moet je daar wat mee doen, vind ik. Verwachten jullie eigenlijk iets terug van buren waar je iets voor doet? Nou, alleen de gezelligheid van mensen onderling, ja. Gaat de Lief en Leed Actieweek en het opzomeren hier nou omdat het allemaal in jullie zit? Of is het ontstaan omdat jullie met elkaar in de straat woonden en goed met elkaar konden opschieten? Ik denk beide. Gewoon dat we het leuk vinden en dat we met elkaar op kunnen schieten. En met behulp natuurlijk van de instanties, hè, die je dan toch ook een rugsteuntje geeft. Ik denk dat het allerlei factoren bij elkaar zijn waar je alles mee doet. En wij zijn gewoon wat dat betreft heel spontaan met dingen al. En als het gezellig is, dan doe je het gauw een tweede keer. Juist. En blijf je het herhalen. Ik moet wel zeggen dat Anita hier toch wel de grote aanjager is. Juist. Van het geheel. Maar dat heeft iedere organisatie, die heeft dat natuurlijk. Iemand die het voortouw neemt. En dan, ze is zo enthousiasmerend. Dat werkt wel. En ze krijgen iedereen aan het werk, zeg maar. Marta, jij houdt van koken en ik heb gehoord dat de buren daar ook heel erg blij mee zijn. Ja, ook ik ben blij met de buren. Ja, we eten samen. Ja, het gaat leuk hier in deze straat. En kan je me vertellen hoe dat nou gaat met dat eten? Want we waren net bij jou binnen en ik zag allerlei bakjes staan. Ga je die dan brengen of komen mensen die halen? Nou, ik dacht van als ze geen zin in hebben om hier te staan te eten buiten hier. Dan dacht ik van nou, dan neem je het mee naar huis. Dan kun je lekker op je gemakje thuis eten. Ik vind het belangrijk. Belangrijk dat wij sociale contacten hebben. Dat we elkaar zien en groeten. En het belangrijkste is, ja, ik ben ook alleen. En mijn buren zijn mijn familie.
Zo belangrijk vind ik het. Zijn er ook mensen in de straat waarvan je denkt, daar zou ik eigenlijk ook wel contact mee willen hebben, maar dat lukt nog niet helemaal? Oh nee, ik heb er geen last van. Ik ben wel geweest. Je was vanochtend bij een mevrouw, hè? Ik heb haar gehaald binnen in mijn huis. Is ze lekker gaan eten nu. En dat is een mevrouw die eigenlijk niet zo makkelijk... Niet zo makkelijk naar buiten gaat. Helemaal geen sociale contacten. Nee. Maar het is me gelukt. Hoe heb je het dan overgehaald? Ja, gewoon heel spontaan even praten, weet je. En ze zegt, ja, ik ga mijn schoenen aantrekken, kom. Ik dacht, oké, loop maar mee. Is al dat lekkere eten dan ook een manier om een beetje contact te hebben onderling? Nou, dat alleen maar, dat is toch belangrijk. Ik heb het gemerkt ook. Behalve door eten, hoe kun je nog meer contact leggen met de buren? We praten even over het weer, dan begint het al. Ja, als je over het weer hebt, dan gaat het vanzelf. Wat nou als er een buurman of een buurvrouw is waar je eigenlijk niet zo goed mee kan opschieten? En die zou om hulp vragen, zou je dat dan ook doen? Ik sta altijd voor hulp, maar ik heb nooit de last van... We hebben ruzie of we praten niet. Nee, dat heb ik niet. Nee. En als je nou zelf hulp nodig zou hebben, zou je dat dan makkelijk durven vragen? Tuurlijk, ik ben echt brutaal. Ik was een keertje gevallen in de bus. Ik had de gordel niet aan. En daar had ik helemaal... Ik zat helemaal in de, onder de bult. En ik kwam thuis, ik kon me niet omkleden. Dus ik moest naar de buren. En Waldo die dacht van, nee, dit kan niet. We gaan gewoon naar de eerste hulp. Buurman Waldo, ja. Wat doet u voor de buurvrouw? Ik veem de ramen voor de buurvrouw en ik help met alle klusjes, kleine dingetjes, boodschappen. We hebben hele goede contacten met elkaar, dus het gaat goed. En dan krijg je lekker chow mee. Ja. En dan krijgt hij ook lekker chow mee van de buurvrouw. Elke week vragen we een professional om een reactie op de bewonersverhalen. Deze week is dat huisarts Nabil Bantal. Hallo Nabil. Wat is je eerste reactie op deze verhalen van deze bewoners? Nou, ik vind het hartstikke leuk om te zien. Hartstikke leuk om te zien hoe buurten samen een buurt sterker maken. Hoe ze samen optrekken en hoe ze samen ervoor zorgen dat ze er voor elkaar zijn. Dat is eigenlijk een mooie ontwikkeling. Hoe belangrijk is het volgens jou voor bewoners om een beetje aandacht te krijgen van mensen uit de straat? De familie woont vaak ver weg, dus de eenzaamheid ligt op de loer. Eenzaamheid is heel vervelend. Het heeft ook een negatieve invloed op de gezondheid van mensen. Zeker omdat we sociale wezens zijn. Mensen raken eerder depressief. Dat is een van de vele voorbeelden wat eenzaamheid met iemand kan doen. Je ziet het ook heel sterk bij ouderen. Steeds meer ouderen raken eenzaam. En een groot gedeelte van de klachten die we onder die specifieke groep behandelen, heeft ook met eenzaamheid te maken. Daarom is het ook goed, denk ik, dat mensen ook voor elkaar klaarstaan, ook in de grote stad. Dat er mensen naar elkaar omkijken. En dat heeft ook te maken met dat je er voor elkaar bent, dat je samen kan zijn. Maar ook dat er een groter gevoel van veiligheid is, misschien in de wijk, hè, dat je op elkaar kunt vertrouwen. Of dat je denkt van, nou, die oude buurman of buurvrouw heb ik 2 dagen niet gezien. Laat ik eens aanbellen en laat ik eens kijken hoe het met hem of haar is. Ik denk dat een verantwoordelijkheid is die we allemaal dragen. Bedankt, Nabil. Dit was de eerste aflevering van Lief en Leed van Op Zomer Mee, waarin het vooral ging om burenhulp. Volgende week kun je zien hoe bewoners een beetje op elkaar letten zonder direct op elkaars lip te gaan zitten. Ben je enthousiast geworden en wil je zelf ook aan de slag in je straat? Meld je dan aan voor de Lief en Leedweek die van 24 oktober tot en met 1 november georganiseerd wordt. Aanmelden kan op www.opzomermee.nl waar je een aanmeldbon kunt invullen. Diezelfde bon is ook te vinden in de havenloods van 16 september. Tijd om naar Marjolein te gaan die elke week het laatste woord heeft in Lief en Leed. Ja, Yvonne, daar ben ik dan. In de bibliotheek, in de hal van de bibliotheek in Rotterdam natuurlijk. Om hier voorbijgangers te vragen of ze hun straat willen testen op het gebied van lief en leed. Met het lief en leedmetertje natuurlijk. De eerste vraag. In mijn straat kennen de bewoners elkaar. Ja? Gedeeltelijk of nee? Ja, gedeeltelijk. Maar nog... Maar kent u uw directe buurvrouw? Ja, Of uw man, dat kan natuurlijk ja. Ja, ik ken hem maar niet diep.
Ja, ik zou zeggen ja, bij mij wel. Ik ken de mensen, de buren, heb je altijd een praatje, het weer, sociaal controle en ja. Ja, zeker. Is dat in uw geval ook zo? Kennen de meeste mensen elkaar? Bij mijn straat? Ja. Niet echt. Nee? Ik heb een hele lange straat, maar het stukje waar ik woon ken ik wel iedereen persoonlijk. Nou, het is wel prettig als je dan een dag gewerkt hebt of je komt weer thuis, dat je gewoon even wat mensen kan groeten. Dan denk je van, ah, ik ben weer thuis. Do you know your neighbors, for instance? Yes, I do. You do? Not all of them, because I just moved, but I know most of them. Dat geldt niet voor iedereen natuurlijk, het is een grote straat, maar... Ja, het is een hele grote straat? Nou, nee, dat niet. Gemiddeld, denk ik, maar ja, redelijk wat mensen kennen elkaar wel. U kent ook wel een aantal? Groeten en ja, ja. Nou ja, dus gemengd. Gedeeltelijk. Denk je dat mensen elkaar ook echt kennen in je straat? Bij mijn straat wel, ja. Ik woon in Schiebroek en Gintiaanstraat. Nou, ik heb geweldige buren. En, ja? Ja, waar ik ben en ik heb ook zoiets van, nou, mijn buurvrouw is thuis. Of mijn buurman is thuis. Ja, dan ga je heel goed met elkaar.